Ik vind dat digitale transformatie de voorbije jaren te veel over de technologie is gegaan. Het ging over digitaal, terwijl succesvolle bedrijven gestart zijn vanuit de klant. Ik vind dat je de klant als de guiding star moet gebruiken en de technologie maakt dat mogelijk. En ik werk heel graag met drie voordelen die je moet proberen te realiseren dankzij de technologie. Dat is faster than real-time service. Proberen anticiperen op problemen en problemen van klanten oplossen voordat de klant eigenlijk merkt dat er een probleem is. Het tweede is hyper-personalization. Dankzij het digitale hoef je niet meer in segmenten te denken, maar kan je eigenlijk diensten aanbieden op maat van het individu. En het derde is die ultimate convenience, zo gebruiksvriendelijk mogelijk. En daar is belangrijk, denk ik, dat welke industrie je ook in zit, dat de benchmark niet langer de concurrent is, maar dat de benchmark de apps zijn die op de homepage staan van onze telefoon. Want dat is wat wij allemaal dagelijks gebruiken. En dan maakt het niet meer uit of jij een B2B bedrijf bent, in retail zit of in healthcare. De benchmark is wat er op dat scherm staat. En als je focust op die drie voordelen, faster and real-time, hyper-personalization, the ultimate convenience, dan ben je volgens mij digitale transformatie aan het doen op een manier waarop de klant centraal staat. En volgens mij is dat de weg om het succesvol te doen. Het verschil tussen B2B en B2C in digitale transformatie is een van de frequently asked questions. Achter elke lezing is er iemand die zegt: Steven, ik zit in B2B, telt dit voor mij ook? Ik vind dat nog altijd raar dat dat onderscheid gemaakt wordt, omdat je gaat niet om met B2B klanten, je gaat om met mensen. En mensen hebben bepaalde gebruiken en dingen die ze leuk vinden. En ik ken niemand die eigenlijk graag ongebruiksvriendelijk geholpen wordt omdat het toevallig door een B2B leverancier is. Die mindset moeten we eruit halen. Dat is het eerste. Het tweede is dat veel B2B bedrijven benchmarken zich op digitaal vlak met hun directe concurrenten. Dat is een ramp als je dat doet. Want dan denk je van, we lopen voor, want kijk maar een keer naar onze concurrent. Ik zeg dan altijd aan B2B bedrijven, je moet oppassen dat je niet de snelste slak in de slakkenrace bent. Je denkt, oh, we hebben gewonnen. Maar je bent wel nog altijd een slak en een slak is traag. Dus opnieuw, de benchmark is wat er gebeurt op de homepage van onze telefoon. En B2B bedrijven moeten daar op die manier ook naar kijken. Nu, het is wel een feit, B2B bedrijven zijn vaak iets trager geweest in de adoptie van digitaal. Maar ik denk door wat er allemaal gebeurt in het jaar 2020, dat we een versnelling krijgen op dit moment. En een van de plaatsen waar je dat nu ziet gebeuren, dat is digitale sales. Er is zo'n studie die kijkt hoe enthousiast B2B salesmensen zijn over verkoop via een scherm, hè, zeg maar, via Zoom of via Teams. En in maart 2020 was dat minder dan de helft die dacht, dit werkt. En enkel voor bestaande klanten, hè, niet voor nieuwe klanten. Ze hebben dat gemeten. In september is dat voor de laatste keer opnieuw gemeten. En ondertussen is al 75% van de B2B verkopers overtuigd dat je digitale kanalen kunt gebruiken op een minstens even goede manier en waarschijnlijk een efficiëntere manier voor sales te doen. En zij vinden nu ook 75%, dat je dit ook kunt doen om nieuwe klanten aan te trekken. En dat is de mindshift die nu gebeurd is dit jaar, die nooit zou gebeurd zijn zonder onze COVID-crisis. Dus we gaan, denk ik, in B2B-markten op verschillende niveaus een absolute versnelling zien door wat er dit jaar is gebeurd. En dat is, er zijn veel slechte dingen aan COVID, maar dat is absoluut een pluspunt dat de B2B een inhaalbeweging maakt. Ja, de start, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Hè. Hoe start je aan die digitale transformatie? Ik heb daarnet al gezegd, begin bij je klanten. En sommige bedrijven zien het meteen soms te groot. En dat is goed, hè. Ik droom ook graag groot. Maar als je nu mij vraagt waar moet je starten, dan beveel ik klanten altijd aan om friction hunters in het leven te roepen. En friction hunters die gaan op zoek naar kleine dingetjes die dat bedrijf doet, die vervelend zijn voor klanten, die fricties veroorzaken, die voor frustratie zorgen. Zaken die vaak al jaren aanwezig zijn, waar niemand nog naar opkijkt. Maar als je kritisch bent, het is negatief voor de klant. Dus het doel van die friction hunters is uiteindelijk om met een lijst van 20 of 30 kleine dingen te komen die je relatief makkelijk kunt oplossen. En daarmee zou ik beginnen, omdat ik geloof enorm in de som van kleine problemen oplossen. Klanten voelen dat. Klanten denken dan van, hé, hier is er veel aan het veranderen. Maar intern voelt men dat ook. Intern denkt men dan, oh, hier zijn we stappen aan het zetten. Dat gaat hier plots rap. En je krijgt van beide kanten positieve energie. En dat vind ik zelf het sterkste om daarmee te starten.
Mijn droom van Belgische bedrijven van morgen is dat ze klanten zo enthousiast maken dat die klanten daarover praten met vrienden en familie en kennissen en zeggen, moet eens kijken wat die mensen doen. En ik denk eerlijk gezegd dat we door het digitale mogelijkheden kunnen creëren voor klanten die beyond belief zijn. We staan, als je nu kijkt naar de voorbije 10 jaar, dan waren de dominante technologieën die klantgerichtheid geboost hebben, dat was 4G, sociale media en mobiele technologie. Maar die zijn matuur, dat gebruiken we al heel goed. De komende 10, 15 jaar gaan we technologieën als artificiële intelligentie, 5G, quantum computing, robotica zien komen en veel meer mainstream worden, hogere performantie zien krijgen. En daar gaan we nieuwe voordelen mee kunnen creëren. En daarmee gaan we naar een nieuw niveau van customer service kunnen gaan in die toekomst. Als je kijkt naar bijvoorbeeld artificiële intelligentie en retail. Ik droom van een wereld dat ik mijn routine aankopen, dat ik daar geen tijd en energie meer moet steken, maar dat volledig geautomatiseerd wordt door mijn virtuele assistent. Ik droom echt van een wereld waarbij dat die virtual assistants, die spraakassistenten van vandaag, die nog een beetje amateuristisch zijn, laat ons eerlijk zijn, dat dat echt goed wordt. En als we zo 2030, 2035 zijn, dat we zo alle kleine dingetjes waar dat we nu iets moeten opzoeken of iets doen of op een knop duwen, dat we gewoon kunnen zeggen, Joanne, can you please do this or that for me? En dat gebeurt. Dus ik denk qua experience dat we een enorme decennium van automatisatie gaan krijgen. En dan krijg ik soms de vraag van mensen die zeggen, is dat wel allemaal goed, hè? Want gaan we niet lui worden? Nee, we gaan niet lui worden. We gaan meer tijd krijgen om te spenderen aan dingen die we graag willen doen. En dat is wat dat technologie het voorbije deel van ons leven gedaan heeft. Minder tijd stoppen in dingen die we moeten doen, waardoor er meer tijd vrijkomt voor de dingen die we graag willen doen. En daar kijk ik enorm naar uit. In heel die evolutie van digitale transformatie worden externe partners superbelangrijk. Om verschillende redenen. Het eerste is talent. Het is niet gemakkelijk voor een KMO om al het digitale talent dat nodig zal zijn aan boord te krijgen. Het is al niet makkelijk voor een groot bedrijf, laat staan voor een KMO. Plus, dat talent fluctueert ook heel snel. Je hebt nieuwe dingen nodig. En als je dat altijd zelf aan boord wil krijgen, dan word je om den duur niet flexibel, niet snel genoeg. En ik krijg soms de vraag van een bedrijfsleider die zegt, Steven, moet ik een digitaal profiel aanwerven? Maar wat is dat, een digitaal profiel? Je hebt zoveel aspecten van digitaal dat dat nooit meer in één persoon vervat kan zitten. Dus je hebt absoluut digitale profielen nodig in jouw bedrijf. Maar in mijn opinie moet je daar een netwerk van partners rondbouwen die verschillende competenties hebben, die op verschillende aspecten van digitaal het verschil kunnen maken. En hoe meer van dat soort competenties dat je rond jou hebt, hoe sneller en hoe performanter je gaat kunnen schakelen op digitaal vlak. En snelheid, talent, flexibiliteit gaan heel belangrijke criteria worden in de toekomst. En dat lukt volgens mij echt niet zonder een goede digitale partner.